Nu je weet waar je allemaal op moet letten bij het maken van een goede foto, kunnen we aan de slag met de eerste opdracht. Hiervoor heb je nodig een camera, een telefoon, een groep vrienden, collega's of familieleden, waarvan één spelleider. Met hen ga je de competitie aan. Je kunt eventueel ook in je eentje de opdracht uitvoeren. Dit zijn de stappen. Stap 1. De spelleider verzint 4 thema's. Stap 2. Je maakt een WhatsApp-groep aan met de deelnemers of je werkt ouderwets met sms. Stap 3. Elk half uur geeft de spelleider een thema door via de chat. Je hebt dus een half uur per thema om jouw beste foto te maken. Stap 4. Bekijk samen de beste foto's en bepaal per thema de winnaar. Goed, dat was de eerste opdracht. Probeer je onderwerp zo goed mogelijk vast te leggen. Vergeet niet, je foto vertelt het verhaal. De foto's kunnen nieuwswaardig zijn, maar mogen ook gewoon een mooi beeld zijn. Als ze maar aansluiten bij het onderwerp. Voor extra tips en tricks hebben we ook nog een handout gemaakt. Klik hiervoor op deze link. Het is natuurlijk wel leuk om na afloop elkaars foto's te zien en even te bespreken. Dit kun je heel goed doen aan de hand van licht, kader, timing en perspectief. Klik hier om de uitleg over de begrippen nog eens door te nemen. Waarschijnlijk kijk je na vandaag op een hele andere manier naar persfoto's. Wij hopen jullie daarom terug te zien tijdens de World Press Photo tentoonstelling in november en december. Klik hier om naar de tweede opdracht te gaan. Volg ons op Facebook of kijk op onze website.